laat je teksten bloeden? Hoe laat je je teksten bloeden? Wat je heel veel ziet op websites is dat daar dus over oplossingen wordt gepraat. Hè? Of nou wel of niet met dat woord, maar oplossing. We bieden allemaal een oplossing voor een of ander probleem. Maar we hebben het niet over het probleem, we hebben het over de oplossing. Terwijl een klant, die wordt zijn onderbewuste neemt de beslissing, ga ik wel of niet zaken doen met dit bedrijf. En, is dat zo? Ja, 98% van de gevallen komt er vanuit ons onderbewuste. Emotie en instinct nemen de beslissingen. Ook als je een website bezoekt? Ja, absoluut. Ja. Uh-huh. En als zo'n website begint over de oplossing, wordt het onderbewuste niet wakker van. Die denkt, oh, dat klinkt heel geruststellend. Al dat goede nieuws, al die voordelen, al die USP's. Dan val je van de slaap eigenlijk. Ja. Terwijl als je begint over het probleem, dan word je opeens... David Ogilvie, dat is de father of advertising, die is echt met direct marketing bezig. Dus je stuurt iets naar je klant en je wilt meteen geld krijgen. Die zei altijd, if you advertise fire extinguishers, open with the fire. Dus als je brandblussers verkoopt, heb het dan over de brand. En dat doet bijna geen ondernemer. Zelfs echt letterlijk bedrijven die brandblussers verkopen, hebben het alleen maar over, er zit 3 kilo poeder in dit ding en hij blijft zo lang goed en er zit zo lang een slang aan. Terwijl je moet de ramp niet over de brand en wat dat voor consequenties kan hebben. Dus eigenlijk moet je de pijn laten zien die een ondernemer of een klant heeft en die jij kan oplossen. Ja. Maar is elk product en dienst zit aan problemen? Bijna altijd wel. Bijna altijd wel. En het hoeven geen problemen te zijn die levensbedreigend zijn. Maar wel dingen die urgent zijn voor een klant. Ik heb bijvoorbeeld ik zal eens een voorbeeld geven. Ja? Een klant van mij die heeft een schoonheidssalon. En ik heb meteen associaties. En zij richt zich op vrouwen in de overgang. Oké. Die doelgroep. Ja. Zij schreef de briljante zin op haar website. Moet ik even goed zeggen. Ben je eindelijk van die ellendige menstruatie af, krijg je een oude kop. Ongelooflijk goed zinnetje. Huh. Omdat alle vrouwen in die doelgroep, die denken van ja, nou, shit man, dat is precies... Oh, sorry. Ja. Dat is precies het probleem waar ik tegenaan loop. En zij kan dat oplossen. En al die andere schoonheidssalons, wat zeggen die? Nou, het collagengehalte in de huid, het loopt terug. Van 45 tot 55 jaar oud. En die beginnen allemaal te neuzelen. En wij doen er wat aan met injecties of met cremetjes of massages of weet ik veel wat. Hè. En is humor altijd een goed instrument of niet altijd? In dit geval zit er een soort... Moet je wel gevoel voor humor. Ja. als je zelf een gordroge... ik heb ook wel eens klanten die zijn zelf niet zo heel... Die hebben niet de lach aan de kont hangen, zeg maar. Hmm. Dus dan zou ik het niet proberen. Nee, je moet wel in zoverre kloppen bij wie je bent of wat je bedrijf. Maar wat wel heel aanstekelijk is als je gewoon leuk bent.